Ik ben DJ Grasshopper, H-R-A-Z-Z-H-O-P-P-A. In 1991 heb ik Europees kampioenschap gedaan, dus eerst België, dan Europees kampioenschap. En ja, dat was ongelooflijk eigenlijk, om dat te winnen. Ik had het ook niet verwacht. Ik ben begonnen eigenlijk ergens in de jaren 80. Eigenlijk Beat Street heeft mij, de film Beat Street, is nu juist 40 jaar geloof ik, dat die uitgekomen is. Ja, ik was 12 jaar en dat heeft mij echt een virus gegeven eigenlijk, een hiphop virus. En was ik eigenlijk verantwoordelijk meestal voor de muziek en de boombox tot aan breakdansen. En dat is dan geëvolueerd naar meer DJ'en zijn. Grote invloeden, vooral DJ's zoals Jazzy J. Eigenlijk de meeste DJ's van Philly, Philadelphia, waren echt een hoog niveau. Die hebben eigenlijk ja, een soort nieuwe kickstart gecreëerd in de hip-hop scene. Dat is nu echt ontploft eigenlijk. In alle mogelijke aspecten. En designs van turntables, mixers, naalden, headphones. Alles wat ermee te maken heeft is explodeert en alle mogelijke opties. Dus ik had al van Gico gehoord via een vriend van mij, Bill Davis, is eigenlijk de man die Gico runt. En, dus ik was al volledig op de hoogte. Ik zag ook veel andere DJ's in de States met Gico draaien. En, dus ik was al op de hoogte, ik was al geïnteresseerd. En, ik heb een sterk vermoeden dat de sound toch iets ja, richer is van Gico ten opzichte van Sure. Gico is de shit, hoor. Kostprijs ligt misschien wel hoger dan een random naald of zo, maar de kwaliteit is echt wel mega hoog qua output, qua soundkwaliteit. Dus je legt de plaat op en je ziet van, ja oké, sounds good, let's go. En ook de subs, de bass, de highs, alles zit lekker eigenlijk. Vooral via Instagram kun je eigenlijk up-to-date blijven met my whereabouts. Waar dat je misschien ziet scratchen met de Gico's natuurlijk. Gico.